De minister van Buitenlandse Zaken van Marokko, Nasser Bourita, is op bezoek in Suriname. Hij was vanmorgen te gast bij de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak Bigli. De bewindsvrouw zegt dat minister Bourita een officieel bezoek brengt aan Suriname, omdat ons land op het Zuid-Amerikaanse continent ligt en ook dat het Caribisch gebied behoort. Minister Polak geeft aan dat er verschillende documenten zijn getekend met Marokko. In 2017 hebben wij met Marokko een roadmap getekend. En deze roadmap gaat heel bijzonder over Zuid-Zuid-coöperatie. Het gaat over hoger onderwijs. Het gaat over technische training van jongeren. Landbouw, voedselveiligheid, water en energie, toerisme en transport. En wij hebben in dit kader hele concrete zaken besproken. Maar het is goed ook aan te halen dat onze president een uitnodiging heeft van de koning van Marokko. En anderzijds is ook de koning van Marokko uitgenodigd Suriname te bezoeken. Dit zal later bepaald worden wanneer dat gaat plaatsvinden. Maar het is goed aan te geven dat op het hoogste politieke niveau wij contacten onderhouden. Minister Polak geeft verder aan dat er ambassades komen in beide landen om het contact te intensiveren. U hoort ook de Marokkaanse minister Bourita die aangeeft dat hij voor het eerst als minister deze regio bezoekt. We have also identified some areas of cooperation like tourism, like agriculture. And in our meeting today, we have taken two or three decisions, I think, which are very important. The first one is that while designating a focal point to make the follow-up of what we have signed, we have already to anticipate and update this roadmap and to see how what new actions could be included in this. Second, we have also agreed that besides the agreements we have signed, we have to focus, and my sister was right in focusing on connectivity by working on the by twinning or creating a cooperation between the ports, by working on the air service, and by also looking to Suriname as a hub for Morocco in this region. I think we will upgrade our partnership, and Morocco is ready to do that. Nasser Bourita, de minister van Buitenlandse Zaken van Marokko. Hij sprak vanmorgen op een persontmoeting na het overleg met collega minister Ildis Polak Bigli. De ontmoeting vond plaats in de banketzaal van Hotel Torarica.